Het is zondag 6 november en we zijn hier op de open dag van Dijk en Duin. Hier presenteren ongeveer 50 ondernemers zich gedurende deze zondag. Wij zijn meer geïnteresseerd in de historie van het pand Duin en Bos. En we gaan binnenkijken hoe het hier verder verloopt. Gaat u mee? We zien hier al wat mensen. En we gaan eens even kijken of we wellicht wat oude werknemers kunnen vinden die hier wat meer kunnen vertellen over de historie van dit pand. En ik heb hier zowaar iemand gevonden die hier vroeger heeft gewerkt. En wanneer bent u hier begonnen met werken? In 1972. En waar werkt u precies? Afdeling Algemene Zaken. En dat weet u hier nog te vinden nu? Is dat nog te vinden, herkenbaar? Ja, we moeten nog gaan kijken en dat is aan het eind van deze gang. Ja, hier was het. Ja. Ik heb even een rustmomentje gevonden. Lekkere stoel. Ik moet even een verhaal tot me door laten dringen. We spraken net met mevrouw. Die heeft hier 42 jaar gewerkt, vanaf haar 18e. Wilde niet voor de camera, maar ze had een heel leuk verhaal. In ieder geval, vroeger woonden de internaathoofden hier, intern dus. Waarbij ze aan de ene kant van de gang een woonkamer hadden en aan de andere kant de slaapkamer. En die leefden hier gewoon meestal door de week. Sommigen gingen naar huis in het weekend, ook de dokter. Maar die woonden hier dus. Dat is een verhaal wat ik niet wist.